kinderen tot mij komen. Niemand mag ze hinderen, want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open. Laat ze allen groot en klein bij mij binnenlopen. Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houd ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open. Als je aan een kind gelijk bij mij binnenlopen. Happy New Year! Dag allemaal, hoe gaat het met jullie? Vandaag is 1 januari 2023. We zijn een nieuw jaar ingegaan. En misschien heb je vuurwerk afgeschoten. Misschien hebben jullie als gezin gebeden met elkaar. En de Heere God gedankt voor het afgelopen jaar. Weet je niet wat afgelopen jaar is gebeurd aan minder fijne dingen? Sommige mensen hebben geliefden van hun terug moeten geven aan de Heere God. Mensen zijn gestorven. Maar als je gelooft in de Heere Jezus, dan weet je dat er een opstanding is. En dat je weet dat ook zij weer een keertje, dat we elkaar weer een keer zullen ontmoeten. De Heere God is het die alle tranen droogt. En die mensen dwars door alles heen gelukkig wil maken. We zijn blij dat we dit nieuwe jaar mogen ingaan. En we zijn blij dat we weten dat Emmanuel bij ons is. God met ons. Dat heeft hij beloofd. Dat hij ons niet zal begeven. En dat hij ons niet zal verlaten. Dus we gaan hoopvol dit nieuwe jaar in tegemoet. Met alles wat er zal gebeuren. Misschien moet je examen maken. Misschien moet je, er zijn misschien allerlei spannende dingen die er moeten gebeuren. Maar waar je je voor moet inzetten. En weet, als je je inzet, dan zal het zeker lukken. En vergeet nooit, God is met ons. We hebben de vorige keer gehoord dat de Heere Jezus is geboren. Ja toch? En er gebeurde meer in die tijd hoor. Er gebeurde veel meer. De Heere God had aan de herders verteld dat de Messias geboren is. Op een heel wonderbaarlijke manier. En zo werkt de Heere God. We moeten alleen alert zijn. Onze ogen en onze oren goede kost geven. Om die dingen te zien die eigenlijk niet alle mensen kunnen zien. Maar alleen die mensen die met de Heere God in contact staan. Laten we bidden. Lieve Heere Jezus, we danken u dat we een nieuw jaar zijn ingegaan. We danken u Heer dat u die overstap met ons hebt gemaakt. En dat u ons ook dit jaar wilt zegenen. Heer, van dit jaar willen we ook weer heel dicht bij u blijven Heer. En zoveel meer van u leren, om te leren ook om achter u aan te gaan. Wil bij ons zijn wanneer deze les uit uw woord geleerd zal worden, tot ons komt, Heer, en dat we ook die les mogen leren. Wil zijn met alle kinderen en alle volwassenen, Heer, en ons helpen om te luisteren. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes. Weet je, die herders hadden die boodschap van de engelen gehad toen ze in het veld waren. Maar een hele tijd daarna verscheen er in het oosten van Israël een ster, een speciale ster. Een ster die eigenlijk nog nooit verschenen was. En er waren wijze mannen en ze noemen ze magiërs, mensen die de sterren bestuderen.
En ze zagen dus deze nieuwe ster aan de hemel. En ze keken ernaar. En ze vroegen zich af van, deze ster is niet zomaar. Het is er niet zomaar. Het zal iets te betekenen hebben. En weet je, jongens en meisjes, ze gingen dus de boeken bestuderen. En zoals het staat in Numeri 24 staat het, er zal een ster uit Jacob opgaan en een scepter zal uit Israël rijzen. Weet je, die ster betekende dat er in Israël een koning zou komen. Dat staat er. En deze wijze mannen, die lazen dat. En ze vroegen zich af van, waar is die koning geboren? En weet je, ze werden nieuwsgierig. Want het moet een speciale koning zijn. En de Heere God had ook gezegd, had hij aan de profeten gezegd, dat hij de Heer Jezus naar de wereld zou sturen. Dat weet je toch? Dat weet je. En de Heer Jezus, de Heer God, heeft zelf bekendheid eraan. Deze wijze mannen, ze konden niet in hun land blijven. Ze zeggen, we moeten op zoek gaan naar deze koning. Ze wisten niet waar die koning was. Ze wisten niet waar ze hem zouden moeten zoeken. Maar ze gingen op weg. Want wat ze wel wisten, dat die koning in Israël geboren zou worden. Ze pakten in. Ze namen hun kamelen. Het waren rijke mannen hoor. En ze gingen op weg. Wanneer je op zoek gaat naar een koning die geboren is, of naar een kindje, dan neem je cadeautjes mee. Dus deze wijze mannen uit het oosten, die namen ook cadeautjes mee. Ze namen goud mee. Goud, dat is een duur cadeau. Dat is een heel duur cadeau. Dat namen ze mee. Ze namen ook wierook mee. Dat gebruikten die mensen in de tempel om God te aanbidden. Goud, wierook en mirre. Mirre was een lekker geur. Het was duur en het rook heel lekker. En dat, wij zouden zeggen van, men gebruikte het om, als parfum. Dus wat namen ze mee? Goud, wierook en mirre. Hele bijzondere cadeautjes namen ze mee voor deze koning. En ze gingen op weg. Ze gingen op weg om deze koning te zoeken. En weet je, jongens en meisjes, ze waren heel lang onderweg. Ze lieten alles achter. Hun huis, hun familie, alle mensen van wie ze hielden, om deze bijzondere koning te gaan zoeken. Ze wilden weten wie deze koning was. En ze kwamen, weet je wat ook bijzonder was? Terwijl ze op weg waren, bleven ze die ster zien aan de hemel. Dus ik denk dat deze wijze mannen heel warm liepen van binnen. Hey, het lijkt alsof deze ster ons de weg wijst. En ze volgden die ster. Is God niet geweldig, jongens en meisjes? God wijst ze zelf de weg. Want God wilde ook dat ze Israël bereikten om deze koning te ontmoeten. Zo kwamen ze uiteindelijk in Israël aan. Maar jongens en meisjes, Jeruzalem was de hoofdstad. En die mensen van die grote stad zouden wel weten waar deze koning geboren was.
Want niet elke dag wordt er een koning geboren, dus iedereen zal het weten. En wat deden ze? Ze wisten dus niet waar, dus ze gingen vragen. Maar die mensen wisten het niet. Ze wisten het helemaal niet. Ze vroegen zich af, een koning? Nee, we kennen maar één koning. Herodes, dat is onze koning. En uiteindelijk gingen ze dus vragen, die wijze mannen, gingen dus naar de koning. Wanneer de Herodes hoorde van die wijze mannen die gekomen waren, en hij liet ze dus roepen. Maar hij werd boos, hè. Herodes werd boos, een koning geboren, dat weet ik het niet. Ik ben de koning. Ik ben de koning van Israël. Hoe kan er een andere koning zijn? Maar hij had streken toch. Hij liet ze komen en hij zei tegen ze van, oh, koning geboren? Oké, waar is hij geboren? We weten het niet. We hebben zijn ster aan de hemel gezien. Ster aan de hemel, dacht koning Herodes. Hoezo? Ik ben de koning. Maar hij bleef rustig kijken toch. Zoals sommige mensen die denken van, nou, weet je, eigenlijk praten ze heel lief tot die anderen, maar in hun hart denken ze van, moet niks van deze hebben hoor. Maar ze bleven lachen. Ze bleven lachen, maar in hun hart denken ze van, die vraag die ze gewoon weg hoor. Zo was het ook met koning Herodes. Hij deed alsof. Hij deed alsof. Maar denk je dat de Heere God dat niet weet? Ja hoor, maar de Heere God weet precies wat we zeggen. Hij weet precies wat we denken zelf. Zelf wat we denken, wat anderen niet weten, weet de Heere God. Dus hij wist het ook van Herodes. En Herodes zei tegen die wijze mannen, ga jullie omzoeken die koning. En als jullie hem gevonden hebben, komen jullie me zeggen, zodat ik ook cadeautjes voor hem kan brengen. Zodat ik hem ook hulde kan bewijzen. Hij jokte. Hij meende het niet, jongens en meisjes. Hij meende het niet. Zo zijn er ook mensen op straat, jongens en meisjes, die willen lokken in hun val. Grote mensen soms, die zeggen van, kom met me mee. Je moeder even zei, ik moet je komen halen. En met een gewoon, ik ken je ouders en hebben gezegd, ik moet je naar huis brengen. Ga niet. Ga niet, ze menen het niet. Alleen als mama je heeft gezegd, dat je met zo iemand moet meegaan, of papa, moet je het doen. Maar niemand mag je zomaar meenemen. Niemand. Als je dat hoort, ren hard weg. Of als ze je lokken met snoepjes of zo, neem niet. Ren hard weg. En schreeuw desnoods. Want vaker willen ze je gewoon meenemen. Om je weg te brengen. En dat mag niet. Je moet alert zijn. Deze wijze mannen geloofden de koning. Maar ze gingen dus op weg naar, op zoek naar dat kind, naar die koning die geboren was. En ze keken weer naar de hemel en ze zagen die ster opnieuw. Ze zagen opnieuw die ster die ze de weg wees. En die ster bleef boven een huisje stilstaan, waardoor ze wisten, daar is die koning geboren. En jongens en meisjes, die ster bleef stilstaan. En ze gingen dus naar binnen en ze vonden dat kindje die geen baby meer was, maar al wat opgegroeid was. En ze zagen Jozef en Maria. En ze brachten hulde aan deze koning. Hij was klein, maar hij was de koning van alle koningen. Niet geboren in een paleis, maar geboren in een stal. Want iedereen moet naar hem toe kunnen gaan. Als je nou rijk bent of arm, jong of oud. Als je nou knap bent of niet zo knap. Voor iedereen is deze koning geboren, is deze Messias geboren. Kijk, deze grote mannen brachten hulde aan de koning en ze gaven hem ook cadeautjes.
Maar die avond, toen deze wijze mannen gingen slapen, toen kreeg ze een droom. En in die droom sprak de Heer tot ze en zei: luister, jullie moeten niet dezelfde weg opgaan waar jullie naar binnen gekomen zijn in Israël. Jullie moeten via een andere weg teruggaan naar jullie huis. Want de koning wil, koning Herodes, wil dit kindje kwaad doen. Jongens en meisjes, deze wijze mannen, die gehoorzaamden. Ze gehoorzaamden. En ze deden wat de Heere God via die engel aan ze gezegd had. En ze gingen via een andere weg terug. En je moet je voorstellen, koning Herodes stond te wachten. Wachten op die mannen die ze hem zouden komen vertellen dat waar die koning geboren was. Maar dat gingen dagen voorbij, weken voorbij. Maar en die wijze mannen kwamen maar niet. Toen had hij door van, hey, ze hebben me in de maling genomen. Ze zijn weggegaan. En weet je wat hij deed? Hij gaf de opdracht dat alle kinderen, hij ging berekenen wanneer ongeveer dat kind die koning geboren zou kunnen zijn. En hij zei, alle kinderen tussen 0 en 2 jaar moeten gedood worden. Die opdracht gaf hij. Ja, jongens en meisjes. Waarom? Gewoon omdat hij alleen koning wilde zijn. Gewoon omdat hij geen andere koning duldde naast zich. Maar jongens en meisjes, de Heere God beschermde natuurlijk zijn kind. Want hij zei tegen Jozef, na een tijdje zei hij, Jozef, in een droom, pak Maria, pak dat kind en vluchten jullie. Want de koning wil dat kind Emmanuel, de Heer Jezus, kwaad doen. Dus wil hem doden. Vluchten jullie tot en blijven jullie weg totdat ik jullie zeg om terug te komen. Zo gebeurde het ook. Jozef nam in de nacht nog Maria en ze vluchtte naar plekje Nazareth, waar ze dus een hele tijd bleven. Jongens en meisjes, zo beschermt de Heere God, heeft de Heere God de Heere Jezus beschermd, maar beschermt Hij ook jou en mij. We moeten wel gehoorzaam willen zijn en doen wat Hij van ons vraagt. Dan mogen we zeker ervan zijn dat Hij met ons is en dat Hij ons zal helpen. Geloof je dat? Laten we bidden. Lieve Heere Jezus, we danken U. We danken U voor alle tips die U ons geeft. Zoals U die wijze mannen die ster hebt laten zien. Heere God aan de hemel en die U aandacht heeft getrokken. Help ons Heer om alert te zijn op de seintjes die U aan ons wil geven. Als we nou klein zijn of groot, Heere God. Omdat we kunnen leren dat door die seintjes U ons een boodschap wil geven om te doen. Maar leer ons Heer, wanneer we dat hebben ontvangen van U, dat we ook gehoorzaam zijn om te doen wat U van ons vraagt. We danken U voor dit nieuwe jaar. We danken U Heer voor alle kansen die U ons weer geeft en alle mogelijkheden die we in 2023 wil hebben. Wil al onze kinderen beschermen. Wil alle grote mensen beschermen, Heer. We gaan waarschijnlijk ook weer een moeilijk jaar tegemoet, maar help ons, we danken U dat U de schaduw bent aan onze rechterhand en dat U ons beschermt tegen kwaad en boos opzet. Heer, gaat U uw gang. We brengen alle kinderen van Suriname bij U en ik vraag U, mijn God, en ook alle jongeren, Heer, dat wat ook op U afkomt, dat ze leren om dicht bij U te blijven. Ik dank U ervoor. Breng onze regering bij U. Heere God, help ons. Help ons ook dit jaar. Dank U wel dat we het aan U mogen vragen. In Jezus' naam. Amen. Amen. En dan wil ik jullie zegenen voor dit nieuwe jaar.
De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. In Jezus' naam, amen. Een gelukkig en gezegend nieuwjaar. Bye bye. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel. Maar is er nog zo donker? Er is iets wat ik mis.